Britten Boom is iemand die verschillende boeken heeft geschreven waarin zij ervaringen deelt vanuit haar veelbewogen leven. Eén daarvan is het dagboekje Elke Dag Nieuw. Het is uitgegeven bij Gideon en verkrijgbaar bij de Christelijke Boekenwinkel. Anne Notenboom leest u daaruit voor. Twee mannen stierven op dezelfde dag. Eén op een heuvel, één in een dal. Hij die op de heuvel stierf, bad voor de mannen die hem doodden. En terwijl hij zelf vreselijke pijnen leed, had hij medelijden met zijn moeder. Zijn naam was Jezus. De andere man zocht een boom uit en doodde zichzelf. Zijn naam was Judas. Als u Jezus ruimte geeft in uw hart, zal hij u zijn liefde schenken in leven en sterven. In 1 Korinthe 13 vers 13 staat: zo blijven dan deze drie: geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Heere Jezus, dank u dat ik in leven en sterven u toebehoor. Halleluja.